5000. Ik denk wel iets van 200 of zo. Ik denk wel 500 misschien. 9000. Ja, ik denk echt wel veel. 1000 of zo. De schattingen lopen nogal uiteen, maar in werkelijkheid zijn het er 11.000. Ja. Oh man, dat is echt heel veel. Te veel. Er zit gewoon statiegeld op. Aan deze big bags kan je zien hoeveel plastic er dagelijks verdwijnt in de afvalbakken. Maar dat gaat vanaf nu veranderen, hopen ze. Reizigers kunnen voortaan de flesjes inleveren bij deze statiegeldautomaat. En Utrecht Centraal is het eerste station waar dat kan. 36 miljoen flesjes worden nu in ons afval teruggevonden. En we denken dat als we dat hier aanbieden, dat het een drempel verlaagt eigenlijk voor mensen om gewoon ook al meteen gescheiden dat aan de voorkant in te zamelen. Je levert je flesje in en krijgt het bedrag terug via een tikkie. Of je kunt het geld ook doneren aan een goed doel, het wegwerken van de plastic soep. Ik heb hem net ook nog weer even getest en hij werkte echt perfect. Dus ik hoop dat het goed gaat zo. Deze reizigers zijn in ieder geval blij met de automaat. Kijk, nu heb ik bijvoorbeeld geen rugzak of zo bij me. Dan is het gewoon makkelijk om het gewoon weg te gooien. Dan ben je er vanaf. Maar als je hier inderdaad zo'n automaat neer zou zetten, zou echt top zijn. Ja.